Welkom terug bij het tweede deel van de e-learning. Nou, jullie hebben met z'n allen massaal heerlijk getraind. Gewoon door de 500 deelnemers. Echt ongelooflijk. Maar heerlijk dat we niet bij de pakken neer gaan zitten. En dat we gewoon met z'n allen massaal heerlijk gaan trainen. Nou, we zijn nu aangekomen bij het tweede deel. Wat gaan we doen in deze tweede e-learning? Nou, jullie hebben het allemaal wel gezien. Maar we gaan een shaggy look gaan we knippen. Wat is nu typerend voor een shaggy look? Dat is toch wel dat boven op de lagen op de kruin, die zijn altijd wat korter. En dan eindigen ze in langere lagen die er onderuit komen. Er zit ook altijd een halve ponypartij zit erbij in. We doen hetzelfde als de vorige keer. Dus weer zoals Simon says, ik doe een deel. Jullie zetten hem op pauze. Jullie gaan weer lekker aan de slag. En zo, net zoals de vorige keer, ga je lekker door de film heen. En dat alles weer op diezelfde dolhead. Kijk, ik heb hier ook de dolhead erbij van de vorige keer. Met de balayage, met de moneypiece, met de V-lagen. En hierop gaan we gewoon weer door met de volgende technieken. Eerst even over het knippen. Ik heb hier al een klein tekeningetje gemaakt. Want in principe, als je goed nadenkt bij een shaggy look, wat ik net al zei, de lagen bovenop zijn het kortste en daarbuiten worden de lagen altijd langer. Nou, heel simpel gedaan in een tekeningetje wat jullie hier zien. Ik ga zo dadelijk het haar of het hoofd ga ik afdelen in 4 vlakken met op het kruingedeelte het middelpunt. Dat laat ik jullie zo dadelijk allemaal zien. Maar wat ik in principe doe, en dat is heel simpel, ik projecteer alles naar 1 punt. Want de afstand van de kruin tot aan mijn gidslijn is korter dan aan de buitenkant. Dus dan weet ik zeker dat ik bovenop wat kortere lagen krijg, met de onderuit langere lagen, wat we dus zien bij die shaggy look. Nou, er zit dan ook nog een ponypartij in die half rond is. Die teken ik ook voor jullie later. Die gaan we ook daarna pas afdelen. Eerst gaan we eerst heel de basis erin knippen. Maar als allereerste wat ik nu ook ga doen, ik ga mijn dolhead wassen. Want ten alle tijde, wat ik ook al zei in mijn eerste e-learning, ik wil op gewassen haar wil ik werken. Dus ik ga hem nu even wassen en dan kom ik bij jullie terug. Ik heb het haar gewassen en voordat ik het ga knippen ga ik het eerst afdelen. Ik gaf dus net voor het wassen aan dat de afdeling zat op de kruinpartij. Maar dat is niet helemaal waar eerlijk gezegd. Hij zit op het midden van het hoofd. Nou, hoe makkelijk is dat nu om dat te bepalen? Dat laat ik jullie nu zien. Allereerst maak je eerst de middenscheiding. Dus je kam het haar eventjes naar beide kanten, kam je dat weg. En die scheiding, dat zien jullie nu niet, maar die trek ik door tot aan de nekpartij. Dat ik gewoon 2 gedeeltes krijg. Nou, dan moet je dus het midden van het hoofd, van de schedelvorm, moet je op gaan zoeken. En dat is heel makkelijk. En bij sommigen is dat op de kruinpartij. Maar bij sommigen kan die kruinpartij ook net eventjes afwijken. Dus vandaar dat je hem altijd even in moet meten. En wat ik ook zeg altijd, meten is weten. Wat gaan we doen? Je pakt je middelvinger, die zet je aan de contourlijn. Van je andere hand pak je je middelvinger en die zet je op de grenslijn in de nekpartij. Dan laat je je duimen elkaar hier kruisen. En dan weet ik, ik draai hem eventjes, dan kunnen jullie het goed zien. Daar waar mijn duimen elkaar verbinden, daar in het midden, daar zit mijn middelpunt. En daar zal ook mijn eerste afdeling komen. Maar een dolhead is altijd net iets kleiner als het hoofd van je klant. Dus het kan best zo zijn dat je duimen elkaar niet raken. Maar dan weet ik gewoon dat daar tussen mijn duimen, dat daar het middelpunt zit. Maar voor nu, daar waar mijn duimen elkaar raken, daar is het middelpunt en dat wordt dus mijn punt waar ik al mijn laagjes naartoe ga trekken. Nou, ik ga daar eventjes rond, ga ik daar omheen. En dat is dan ook tevens gelijk mijn eerste passé die ik dan zo dadelijk daar ook ga knippen. Dus je hebt best kans dat die op de kruin zit bij je klant, maar het kan ook zo zijn dat de kruin wat hoger zit bij je klant. Nou, dat gedeelte, dat zet ik eventjes vast, dat klip ik weg. Dan daaromheen ga ik 4 vlakken ga ik afdelen. Omdat ik zo systematisch mogelijk te werk wil. Ik heb al de middenscheiding bovenop. Dan heb ik hier natuurlijk mijn rondje. En dan zet ik hier, ik ga even aan de andere kant staan. Dan zet ik hier een diagonale scheiding. Daar. Dan heb ik hier aan de voorzijde mijn eerste vlak. En of nou die diagonale scheiding wat verder naar voren zit of wat verder naar achteren, dat maakt met je kniplijn niks uit. Dus daar hoef je echt niet te secuur om te zijn. Nou,
clipje omhoog, dat het haar erin blijft hangen. En zo. En dan aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ik draai hem even. Oh, dan kan ik blijven staan hier. Even goed in beeld brengen. Dus daar heb ik mijn cirkel. Daar pak ik een diagonale scheiding. Pak ik naar voren. En dan heb ik mijn tweede vlak heb ik te pakken. En zoals ik ook al aangaf, is jouw vlak wat smaller of wat breder? Geen probleem. Ook het clipje omhoog, zodat met de zwaartekracht het haar in je clip blijft liggen. Of wat je ook wel eens bij je klant kan doen, is dat je het bijvoorbeeld doet vlechten. Blijf zitten. Hup. En dan heb ik alleen nog de achterkant. En die ga ik ook splitsen in twee. Doe dit gedeelte, leg ik even naar voren. Ik had hier natuurlijk mijn middenscheiding, had ik er al in zitten. Stel je voor dat die scheiding niet helemaal in het midden zit, ook geen probleem. De enige echte belangrijke afdeling is dit punt. Dat je die juist opzoekt. Daar zet ik een clipper op en dan nog aan de andere kant. Eventjes mooi glad wegkammen. Clipje erop. Daar. Dus, wat heb ik nu gedaan? Ik heb het middelpunt opgezocht. Dit gedeelte, door met mijn vingers aan de contourlijn te plaatsen en mijn duimen te laten kruisen, daar het midden van, is dus het punt wat ik moet hebben om te starten met knippen. Daar omheen heb ik vier vlakken heb ik afgedeeld. Nou, ook nu, dit is voor jullie het punt dat je hem op pauze zet en dat je dus eerst de afdeling in je, of tenminste op je dolhead gaat maken. Vanuit hier kunnen we dan daadwerkelijk beginnen met het knippen van de coupe. Nou, we beginnen dus bij het eerste rondje wat we hebben afgedeeld. En nou ja, je weet het denk ik nu al wel. Je eerste knip is bepalend voor je eindresultaat. Ook deze coupe gebruik ik veel in de salon. En dan kan je het net zo extreem maken als dat je zelf wilt. Heb je nou bijvoorbeeld een heel extreem type, dan zou ik het kruintje zo kort kunnen knippen. Maar wil je die lijn juist wat rustiger houden, dat die juist wat commerciëler is, dan kan je er ook voor kiezen om wat langer te gaan zitten. Maar je kan hem zelfs nog in een iets langere lengte, kan je hem ook knippen. Voor nu zet ik mijn kammetje ernaast. En dan knip ik hem ongeveer af, wat zal het zijn? Ik denk rond de 15 centimeter, daar ga ik zitten. Probeer daar voor jezelf ook te gaan zitten. Kijk, misschien onder jullie hebben zoiets van, oh nee, ik wil heel extreem, ik ga heel kort. Maar dan komen we met onze kleurplan komen we weer een beetje moeilijk te zitten. Dus hou wel ongeveer die 15 centimeter aan. Deze passé, die ga je in één keer knippen. Dus je neemt het gehele rondje, neem je in je handen en die gaat loodrecht uit de hoofd uit. Daar, dus als ik mijn kam ernaast zet, loodrecht projecteer je hem omhoog. En dan kan je ook naar je klant zeggen, dit is de kortste laag. Vanuit daar wordt het alleen maar langer. Nou, dan ga ik hem inknippen, want ik wil dat de laagjes wel allemaal mooi in elkaar overlopen. Dus dit is mijn beginlengte. Nou, dan is het een kwestie van vlak voor vlak doorwerken. Dus ik begin aan de voorzijde. Wil je zelf aan de achterzijde beginnen? Geen probleem. Het enige wat belangrijk is, is dat je constant die passé loodrecht uit de hoofdhuid blijft projecteren. Dus ik kam het nu naar mijn eerste passé, die neem ik ook in mijn handen. Dan kam ik hem naartoe en daar, die eerste waar je mee begonnen bent, die moet ten alle tijde loodrecht uit de hoofdhuid. Nou, dan sluit ik daar de gelaagdheid mooi op aan. Ik blijf hem inknippen en let ook de manier op waarop ik inknip. Ik laat het zo nog een keer zien hoor. Je neemt een klein passeetje, ongeveer van een centimeter, want je moet wel je passees goed kunnen blijven handelen. Dan ga ik er weer achter staan. Ik neem de gehele passé, neem ik in mijn handen,
Want dat doe je altijd met een vaste gidslijn. Dan heb je het beste overzicht. Ik kam dat haar een beetje van me vandaan. En sommige van jullie zijn zo aan het inknippen langs boven. Ten eerste is het erg zwaar voor je rug. En je hebt ook erg veel kans dat je in je vingers knipt. Dus door mijn pols te kantelen, zet ik mijn schader in en kan ik heel mooi diep inknippen. En dan sluit ik hem mooi aan op mijn eerste passé. En zo ga ik constant door. Dus ik pak mijn volgende passé, pak ik erbij. En zo werk je vlak voor vlak werk je af. Ik ga er weer achter staan. Dat is het makkelijkste om het haar precies zo loodrecht uit de hoofd uit te projecteren. En dan zie je hoe verder ik vooraan kom, hoe minder haar dat er afgaat, omdat de afstand langer is. Dus dat wil zeggen dat mijn lagen naar de voorzijde, die worden ook langer. En dan ga je net zo lang door tot je geen haar meer hebt. Nou, zodra ik een scheiding pak, dan kijk ik wel even wat ik doe. Dan loop ik weer terug naar mijn plek. Ik pak de gehele passé weer in mijn handen. En dan zal je zien dat het net een klein puntje is die eraf gaat. Ik blijf controleren of dit punt loodrecht uit de hoofd uit is. En ik sluit hem weer aan. Nou, ik verwacht dat hier niks meer afgaat. Ik ga het alleen nog maar eventjes checken. Nee, dat is niks. Dus dan weet ik dat ik met dit vlak, daar ben ik mee klaar. Kijk, en als ik hem dan naar beneden kan, dan zie je dus heel mooi wat er gebeurt. Ik heb een korter kruingedeelte en hij wordt langer naar voren toe. En dat wil ik ook creëren met die shaggy look. Die ponypartij, die komt later wel. Ik ga gelijk door naar de andere kant. Want ik denk wanneer je deze kant beheerst, kan je gelijk de volgende kant kan je erin meenemen. Ik draai hem nu om het ook weer goed voor jullie in beeld te hebben. De onderste twee, die laat ik nog zitten. En dan ga ik op exact dezelfde manier ga ik door. Dus ik neem een klein passeetje. Daar, ik pak mijn eerste gids, die pak ik erbij. Ik zorg dat het haar loodrecht uit de hoofd uit is geprojecteerd. Ik kam het haar van me af. Deze moet ik nog meenemen. Daar. En dan met dezelfde manier knip ik hem in. Zorg dat je alles goed meeneemt voordat je doorgaat naar je volgende passé. In principe zou ik deze coupe in 5 minuten tijd bij een klant kunnen knippen. En hoe zou ik dat dan kunnen doen? Denk eens na. Het enige wat ik zou hoeven te doen is een paardenstaart maken op de juiste hoogte en daar de lengte van afknippen. Maar dat gaan we natuurlijk niet bij een klant doen. Dus dit is echt de manier om deze coupe erin te knippen. We kunnen niet tegen die klant zeggen na 5 minuten, nou mevrouw, u bent klaar. Oké, blijf hem ook inknippen. Dat je niet met een te botte lijn gaat werken. Werk in passeetjes van 1 centimeter door. Projecteer het naar je vaste gidslijn om extra lengte te creëren naar je lagen die daaronder zitten. Blijf het punt waar je mee begint hier. Die moet loodrecht uit de hoofd uit zijn. Dat is eigenlijk de enige spelregel in heel deze coupe. Dus ik werk verder door naar voren. En net zoals aan de andere kant, er gaat steeds minder af. Want de lagen aan de voorzijde worden dus steeds langer. Degene die Holland's Next Topmodel hebben gekeken. Nou ja, dan heb je natuurlijk altijd de uitzending dat de modellen, dat die geknipt moeten worden. Nou, ik had dus Bibi, prachtig meisje met heel lang haar. En die heb ik dus in deze coupe heb ik die geknipt. En ik heb dus in 1 keer die staart eraf gehaald. Ja, dat was natuurlijk wel zo'n shocking moment. Maar ja, dat willen ze natuurlijk ook bij dat programma. Maar het was precies dezelfde lijn die ik erin heb gemaakt. Alleen ik geef wel aan hoe dichter je bij de kruin zit, hoe korter dat de kruin is, hoe groter het verschil is tussen de gelaagdheid aan de voorzijde en op de kruin, dan maak je hem wat extremer. Maar op de manier waarop ik hem nu knip, is die heel commercieel en heel zacht. Dat zijn ook de looks die je ziet op Instagram op het moment. Laatste passé.
Oké, projecteer ik naar me toe. Alles in mijn handen. Controleer of er nog wat haar overheen komt. En dat is in dit geval niet zo. Dan, als laatste, voordat we de film op stop gaan zetten. Ik heb het nu in twee panelen, heb ik het dus nu naar mijn vaste gidslijn geprojecteerd. Het enige wat ik nu doe, is in het midden nog even checken. Dus dan verbind ik die twee vlakken met elkaar. Die projecteer ik naar achteren, om te kijken of er geen hoekje meer aan zit. Want misschien dat je een klein hoekje hebt, maar die mag je dan aftoppen dat die mooi rondloopt. Maar in dat geval, of in mijn geval, heb ik dat dus niet. Dus ik kan deze ook naar beneden. De twee onderste vlakken, die laat ik nog vastzitten. Kijk, en dan zie je heel mooi wat er gebeurt. Een kortere kruinpartij, kortere gelaagdheid die we ook mooi naar voren kunnen gaan werken, want dat gaan we zo dadelijk ook doen. Met langere lagen eronderuit. Dus nu voor jullie op pauze zetten en de twee voorste vlakken knippen. We beginnen nu met het achterste gedeelte. Nou, om nou goed overzicht op je werk te houden, zou ik dat voorste gedeelte, dat zou ik gewoon even wegklippen. Hou wel natuurlijk je beginpunt, hou dat vrij. Dus ik ga terug naar mijn diagonale scheiding. Ik zet het gewoon even vast, hup, met een klemmetje. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Zo, even netjes kammen. Daar. Oké. Nu kan je het achterste gedeelte kan je op twee manieren kan je knippen. Nou, waarvoor je kan kiezen is om achter te blijven staan. Dan pak je een scheiding op. Maar dan moet je ervoor zorgen dat je dit gedeelte, dat eerste punt, dat dat weer loodrecht uit de hoofd uitkomt. Nu ben je gauw geneigd als je erachter staat om te laag of om te hoog te gaan. Dus wat je ook kan doen, dus ik zet hem ietsje lager. Laat ik de dolhead voorover een beetje buigen. Als je dus dit in de salon doet bij een klant, dan zou je voor de klant moeten gaan staan. Ik vind het altijd vervelend om tussen de spiegel en de stoel in te staan. Dus dan draai ik gewoon de stoel en dan ga ik voor de klant staan. Want op deze manier, als je dan je scheiding opneemt, dus in je vlak blijf je zitten. Ik neem mijn scheiding op. Kijk, kunnen jullie ook zien. En dan ga ik erachter staan of in de tegenovergestelde richting. Hier is mijn beginpunt en dan is het veel makkelijker. Ik zal het even langs deze kant laten zien. Kijk, even zien dan. Hier zit de neus. Ik sta tegenovergesteld, sta ik er. Ik zorg weer dat hij loodrecht uit de hoofd uitkomt, dit punt. En dan sluit ik hem op deze manier, weer met die inkniptechniek, sluit ik hem aan. Dus ik zorg ten alle tijde dat mijn beginpunt loodrecht uit de hoofd uitkomt. Nou, dan zal ik hem even de andere kant uitdraaien. Zo. Ik ga weer door met mijn scheidingjes van een centimeter. Ik neem ze een beetje diagonaal, neem ik ze op. Ik ga er weer tegenover staan. Projecteer hem naar mijn eerste punt. Ik zorg dat hij loodrecht uit de hoofd uit is. En ook daar sluit ik hem weer mooi op aan. Nou ja, en dan is het verhaal weer hetzelfde. Elke laag die ik nu lager ga, of elke passé, daar creëer ik meer lengte bij. Omdat ik natuurlijk in die vaste gidslijn blijf werken. Dus er gaat steeds minder haar, gaat eraf. Ik knip hem in. Laatste passé, projecteer ik omhoog. Even checken. Nou, dan gaat er net een klein puntje gaat er vanaf. En dat is hem al. Dan heb ik hem al te pakken. Ik kan hem weer naar beneden. Kijk, en dan zie je dat ik een mooie lengte aan de onderkant overhoud. En dat de kruin, dat die wat korter is. Daarmee kan ook een klant veel meer volume creëren op het kruingedeelte.
Want de meeste klanten willen toch dat er wat volumepunt op het kruin zit of op het achterhoofd. De andere kant is weer exact hetzelfde. Ik zal hem even draaien, dat hij goed voor jullie in beeld is. Ik ga er schuin tegenover staan. Ik pak mijn beginpunten bij. Nou, neem ik even deze mee. Daar. Zorg weer dat hij loodrecht uit de hoofd uit is. Zoek hem op. Kijk, daar is mijn gidsje. Ik zie nu prima mijn gids. En knip hem af. Blijf doorgaan met je inkniptechniek. En ook weer, hup, naar beneden. Maar merken jullie door het afdelen dat je veel sneller en systematischer te werk kan gaan? Zolang je maar weet wat je aan het doen bent, dan raak jij je niet verloren in de koep en zit die er zo in. Kijk, als ik een scheiding maak, dan kijk ik altijd wel even wat ik doe. Projecteert hem weer naar dat punt. Gaat steeds minder af. Ik blijf loodrecht uit de hoofd uit werken. Het punt waar ik mee begonnen ben. En daar, laatste. Daar gaat zomaar net een puntje af. Nou, en dan komt hij weer. Dan check ik even of dat ik geen hoekje heb. Dat ik ze eventjes mooi op elkaar aansluit. Kijk, en dan zie je hier, misschien hebben jullie dat dan ook wel, net zo'n klein hoekje die erin zit, die mag eraf. Dus die haal ik eraf. Doe ik ook nu aan de zijkanten. Even checken. Dus die twee vlakken van de voor- en de achterkant, die verbind ik nu met elkaar. Ik kan nou wel harder trekken, het is een dolhead, ze roept geen au. Daar, die klopt ook mooi. De laatste kant om te checken. Deze kant. Ook weer die twee vlakken even met elkaar verbinden. Even nakijken. Kan het naar je punt? Daar, klein puntje. En dan heb ik de basislijn van mijn koep heb ik erin zitten. Dus dit is ook weer het punt voor jullie. Zet hem op pauze. Knip de achterkant. Controleer de vlakken met elkaar dat het wel een rond geheel is geworden zonder dat er een hoek in zit. Ik gaf al in het begin van de film aan dat voor een shaggy look is heel typerend die ronde ponypartij of lokpartij die erin zit. Nou, ik heb er weer een tekening heb ik erbij gemaakt. Ik hoop voor jullie dat die duidelijk is. Dit is de afdeling van je ponypartij. Dit is de lijn die we gaan knippen, dus het is echt een ronde lijn. Maar dan zie je al, ik ga mijn passé ga ik met elkaar kruisen. Waarom? Dan legt de rechterkant een langere afstand af naar links. En links legt een langere afstand af naar rechts. In het midden blijft die gelijk. En dat is de meest makkelijke en snelle manier om die ronde ponypartij erin te knippen. Nou, voor degenen die al vaker van mij training hebben gehad. Of misschien op mijn YouTube kanaal hebben gekeken. Die kennen misschien deze techniek. Maar deze techniek moet je uitvoeren met twee kammen. Ik zou ook proberen om dat met twee soortgelijke kammen te doen. Want met een kam zoals dit, met die samen, dat gaat niet goed. Dus probeer twee soortgelijke kammen, probeer daarvoor te vinden om deze techniek uit te voeren. Nou, dan ga ik hem gelijk in uitvoering brengen. Ik laat het bord er nog wel eventjes bij staan. Even iets hoger. Zo, dan gaan we eerst de ponypartij gaan we afdelen. Nou, de ponypartij is licht vochtig. Dat hou ik ook zo. Ik ga hem niet door en door nat maken. Ik maak eerst een middenscheiding. Dan gaan we terug. Hij is ongeveer bij een centimeter of 6. Diagonale scheiding. Naar de buitenste hoek van de wenkbrauw. Zo. Dit gedeelte wat ik niet gebruik, dat klip ik eventjes weg.
En aan de andere kant maak je exact dezelfde afdeling. Dus ik ga terug. Ik zoek het beginpunt op van mijn ponypartij. Ik neem een diagonale scheiding naar de buitenste hoek van mijn wenkbrauw. Nou, in de salon gebruik je dan eventjes de spiegel om te kijken of de afdeling er correct in zit. Ik kam hem naar voren. Dan check ik hem. Even kijken hoor. Moet ik eventjes voor jullie langs. Hier is die ietsje breder aan de andere kant. Dus dan pak ik hem hier. Pak ik er nog iets of wat. Pak ik erbij. Want hij moet wel gelijk zijn. Zo. Klein beetje minder. Zo. Nou, wanneer je dan daadwerkelijk gaat knippen, draait dan ook weer de stoel van je klant, dat je niet ertussen gaat zitten en gaat er dan ook recht voor staan. Kijk, ik kan dat nu niet, want ik moet jullie in de camera laten zien wat exact de beweging is van de kniplijn die ik ga maken. Maar ik hou het haar naar voren. En ik hou het breed, dus ik projecteer het niet naar één puntje. Ik hou de passé, hou het breed en mijn kam blijft eronder. Daar. Dan pak ik dus dezelfde kam en dan plaats ik die erop. Wat gebeurt hierdoor? Dat haar zit er gelokt tussen. Dus ik zet het haar vast met mijn twee kammen. Dan komt die, goed opletten. Dan ga ik hem draaien, ik ga hem twisten. En dan zie je dus al wat er gebeurt. De rechterkant legt een langere afstand af naar links. En links legt een langere afstand af naar rechts. Nou, dan ga ik onder de neus en de mond zitten. Ik trek eraan. Een beetje. Want we weten allemaal, als de ponypartij droog is, dan wippen die nog een beetje omhoog, plus gaan we hem nog een beetje inknippen. Dan met een inkniptechniek, ik hoop dat die goed in beeld is, van me af knip ik een rechte lijn. Wel een gebroken lijn. Daar. En later gaan we hem nog helemaal verfijnen hoor. Maar als ik hem dan loslaat en ik kam hem naar beneden, kijk, dan zien jullie dat ik in één keer mijn ronde pony erin heb geknipt. En dit is echt de meest snelle manier voor bij je in de salon om die shaggy look aan de voorkant erin te creëren. Kan je dit korter en kan je dit langer knippen? Ja, tuurlijk. Het is maar net de wens van de klant. Je kan hem ook echt in een hele korte pony knippen. Of je kan hem zelfs op de kinlengte kan je hem knippen. Zolang die ronding er maar in zit. Want dat zien we later terug in het eindresultaat. Dus nu voor jullie. Op pauze zetten en de ponypartij knippen. Wanneer de ponypartij er al in zit, dan maken we de twee zijkanten maken we los. Gaan we het even met z'n allen doorkammen. Zo. Kijk, het mooiste is ook echt wel om die shaggy look om vanuit de kruin naar voren straks helemaal mooi uit te werken. En weet je wat het grote voordeel is wanneer je met het haar van de kruinpartij naar voren gaat werken? Iemand met fijn haar geeft je altijd optisch het gevoel van meer haar dan wanneer je het voor de kruin naar achteren kamt. Dan rest nog ons één ding om te doen. Even een beetje omhoog. Kijk, je kan ervoor kiezen om die achterlengte zo te laten. Nou, ik persoonlijk vind dat onderkantje, dat is nog van die vorige, een beetje in die V-punt, is die geknipt. Ik ga die wat rechter, ga ik hem aftoppen. Dit is allemaal in lagen geknipt. Ik hoef geen afdelingen meer te maken. Ik kan die onderkant in één keer kan ik al afknippen. Nou, wanneer je een rechte lijn gaat knippen, en dat geldt voor vanaf een boblijntje of een lijntje boven het oor, of wanneer het recht over de schouders is, zodra je met een rechte lijn gaat werken, werk dan altijd op ooghoogte. Want wanneer mijn ogen hier zijn en mijn lijn is daar,
dan weet ik niet of ik recht ben. Dus je gaat dan door je knieën of in de salon ga je op zo'n krukje zitten en dan werk je gewoon mooi op ooghoogte. Nou, wanneer ik een rechte lijn knip, dan zal ik nooit mijn klant naar beneden laten kijken. Misschien sommigen van jullie hebben dat zo geleerd op school. Ik ook. Dan hup, daar liet je de klant naar beneden kijken. Maar sommige klanten hebben van die dikke spieren in de nek die omhoog komen. En het gebeurt ook nog wel eens met flinke kruinen. Dan knip je een rechte lijn wanneer dat ze naar beneden kijkt. Maar zodra dat de kin omhoog gaat, is jouw lijn niet meer recht. Dus ik ben er een groot voorstander van om een rechte lijn te knippen met de stand van het hoofd rechtop. En dan ook met de kamcontrole techniek. Dus ik ga niet geforceerd met mijn vingers aan het haar trekken. Ik heb ook een kam dan met wat bredere tanden daarvoor. Dan zet ik mijn kam zet ik erin. Mijn schaar die gaat erachter en eronder. Dan projecteer ik het naar beneden tot een lengte dat ik denk, die wil ik. En dan, zoals jullie kunnen zien, ik buig door mijn knieën. Ik ben op ooghoogte en ik knip het af. Nou, daar waar ik aan het knippen ben, daar sta ik ook. Want ik wil gewoon een mooie ronde lijn willen creëren. Ik wil geen toenemende lengte hebben. Dus daar waar ik aan het knippen ben, daar sta ik ook. Dus, mijn kammetje erin. Schade onder en daarachter naar beneden projecteren en dan een rechte lijn afknippen. Wanneer kijk ik hem daarna? Wanneer dat hij droog is. En ja, dan laat ik die klant echt nog wel even naar beneden kijken om misschien net die laatste friemeltjes nog weg te werken. Maar op deze manier heb ik echt een hele mooie shaggy look heb ik al in zitten. Nou, dan komt het. De ene klant heeft wat fijner haar, de andere klant heeft wat dikker haar. Dan moet je dat haar gaan texturizen. Nou, dan kunnen we natuurlijk op heel veel verschillende manieren kunnen we dat gaan doen. Ik ga het nu met mijn mes doen. Ik ga geen lengte er meer afhalen, dat wil ik niet. Maar ik wil hem wel net even iets verfijnen. Dus ik begin bij die ponypartij. Ik clip dit eventjes weg. En texturizen is altijd iets wat je op gevoel doet. Ik kan jullie heel veel technieken aanleren, maar je zal altijd bij texturizen moeten kijken, moeten voelen. Hoe reageert het haar? Wat doet het? Nou, ik wil hier, ik wil geen lengte weghalen, maar ik wil wel die gebroken lijn wil ik zachter maken. Dus ik neem nu wel de passé tussen mijn vingers. En dan met een penseeltechniek ga ik erin. Ik kantel een klein beetje mijn mes en ik haal hem naar me toe. Op verschillende hoogtes gaat mijn mes in het haar. Dus de ene gaat wat hoger, de andere gaat wat lager. Op die manier krijg ik heel veel verschillende lengtes, krijg ik erin. Dan haal ik er haar uit en dan op die manier maak ik mijn lijn maak ik alweer wat zachter. Dat doe ik ook aan deze kant. Projecteer de passé naar me toe. Mijn mes gaat erin, een beetje kantelen, naar je toe halen. Verschillende hoogtes erin zetten. Dus mijn lengte blijft. Maar ik haal er allemaal haartjes. Haal ik er tussenuit. En zo werk ik eigenlijk. Heel die bovenkant. Werk ik op die manier. Werk ik door. Dan krijg ik toch de speelsheid van verschillende lengtes in mijn kop. En haal ik dikte weg. Daar waar het nodig is. De passé die ik al gedaan heb. Die laat ik vallen. Daar wil ik niet nog een keer aan zitten. Even kijken of ik het goed in beeld kan halen. Ik zal ze even draaien. Dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Dus ik heb hier een passé. Ik snij voor mijn vingers. Dus ik ga er wat hoger in. Ik kantel hem en ik projecteer hem naar me toe. Ik ga er wat lager in. Ik kantel hem. Dus ik doe een soort van C'tjes. Haal ik eruit. En dan allemaal op verschillende hoogtes. En dan krijg ik een hele mooie speling krijg ik in het haar. Dus nu aan jullie. Knip de onderkant, mooie rechte lijn met het hoofd rechtop. Let op dat die ook goed rechtop staat. Texturize hem en dan vanuit daar kunnen we ze dadelijk door naar de kleurtechniek.
We hebben het kind er dus in zitten en we gaan door naar de kleurtechniek. Nou, voor degenen die mij kennen, die weten dat ik het killing vind om 101 folies op een hoofd te zetten om een goed eindresultaat te behalen. Dus ik wil met zo min mogelijk folies, wil ik dat eindresultaat wil ik behalen. Maar ik wil eerst even praten over de valling van folies in het haar. Want stel je voor dat ik met horizontale, verticaal, links, rechts, vraag nooit aan mij de weg, want ik kan het je niet goed uitleggen. Maar verticaal, ja, een verticale lijn. Dus stel je voor, ik zou een verticale folie hier aan de zijkant van het hoofd plaatsen. Wat creëer ik dan? Dan creëer ik een panel. Een hele tijd geleden was dat in de mode. Nu zien we dat niet meer zo heel veel. Nou, dan kan je er ook nog voor kiezen om met horizontale folietjes bovenop elkaar te werken, dan creëer je panels in het haar. Prima techniek, maar ik werk heel veel met diagonale folies. Het voordeel is van een diagonale folie, die creëert beweging in het haar. Nou, dat vind ik op dit moment heel erg mooi. Maar ik kan ook met minder folies een groter eindresultaat behalen. Nou, hetzelfde geldt als voor het knippen als voor het kleuren. Ik maak eerst een afdeling in het haar voordat ik het ga kleuren. Nou, die afdeling zal als volgt volgen. Ik maak een afdeling daar op de ronding van het hoofd en dan kijk ik wanneer het haar naar achteren gaat vallen. Dus dat zal een beetje zo voor die kruin zijn. Daar, dat gedeelte, dat deel ik dan af. Dan ga ik door naar het oor. Maak ik op het achterhoofd nog een afdeling en op het achterhoofdsbeentje. Dat ik in een paar vlakken snel mijn folietjes kan plaatsen. Nou, dat laat ik jullie allemaal zo dadelijk zien. Maar wat gebruik ik? En wat ik al eerder zei in deel 1. Je mag je eigen merk gebruiken. Maar ik moet even eerlijk aan jullie iets bekennen. Ik gebruik de Snow White van Kiss. Ik doe er nu geen No Yellow Pro Boost bij. Want ik wil daarna het haar gaan tonen. En ik heb het gedaan met 12%. Want, heel eerlijk, er was hier geen 9% in de studio en dan moest ik weer helemaal naar de andere kant. We werken op een dolhead. Mijn voorkeur gaat nooit uit naar 12%, zeer zeker niet bij klanten. Maar voor nu gebruik ik wel de 12%, dus dan weten jullie daadwerkelijk waar ik mee bezig ben op de dolhead. Ik gaf al aan, de eerste keer hebben we de No Yellow Pro Booster gebruikt om hem zo mat mogelijk, om zo koel mogelijk te eindigen in mijn blondeer. Dat doe ik niet, want ik ga hem daarna namelijk tonen met de Soft Shades. Nou ja, voor degenen die dat niet kennen, het is een ammoniavrije kleuren spoeling. Die hebben jullie misschien ook wel van je eigen merk, dat weet ik dus niet. Maar het grote voordeel hiervan is, ik kan het gewoon tonen aan de wastafel met een flaconnetje. Hij ligt het natuurhaar niet op en dat is een heel mooi, snel, mooi eindresultaat. Ik ga daarvoor de 09B gebruiken. Ik ga een beige tint daarvoor gebruiken. Het is een hele mooie, zachte kleur. We stappen toch wel een beetje van dat, dat grijzige, daar stappen we vanaf. Het goudblonde komt er langzaam weer in. Maar een hele mooie tussenfase voor nu is de 09B, is zo'n beige tint. Misschien heb je die ook van je eigen merk, daar moet je even naar kijken. Maar dat is hetgene wat ik ga gebruiken. Nou, ik ga het eerst afdelen. Ik haal even dat bord weg, want dat staat voor mij in de weg. En dan neem ik jullie weer mee. Eerst gaan we de afdeling maken. Bij deze dolhead valt het een beetje in zijn natuurlijke scheiding in het midden. Die ga ik dan ook aanhouden. En als je dan goed gaat kijken, als je dan dit bij je klant doet, dan moet je gaan kijken waar dat het haar naar beneden gaat vallen. Want stel je voor dat ik ga werken in mijn diagonale scheidingen en ik eindig op de kruin. Als ik doorga met mijn diagonale scheidingen, dan eindig ik hier horizontaal en dan krijg ik zo'n paneel. En dat wil ik niet. Dus ik wil ook wel hier aan de achterkant, diagonaal gaan werken. Dus als ik dan mijn afdeling maak, dan kijk ik ten alle tijde naar de natuurlijke valling van het haar van mijn klant. Nou, vanuit hier zie je al dat hij wat naar achteren gaat. Dus dan maak ik daar op het hoogste punt van het hoofd, maak ik een scheiding. Ik hou hem een beetje in die middenscheiding bovenop. Dan heb ik hier mijn eerste vlak. Kijk, en je werkt op een dolhead. Op je klant zal die vlakken, die zullen echt wel wat groter zijn. Dan deel ik dit af in een vlak. Aan de andere kant doe ik dan exact hetzelfde. Klemmetje omhoog. Dus ook hier, kijk naar de natuurlijke valling. Wat wil het haar? Wat doet het precies?
Even draaien. Dan kunnen jullie meekijken. Het is gewoon een kopie van wat ik aan de andere kant doe, hoor. Zo. Deze draai ik op. Nou, het haar is licht vochtig. Daar blijf ik dan ook op werken. Niet het haar kletsnat, maar licht vochtig is echt wel goed. Zo. Dan naar het achterste gedeelte. Dat deel ik ook af. Zo. Net wat ik aangeef. Ik hou graag van systematisch te werk gaan. En afdelen is dat voor mij echt wel een pre. Zo. Dus ik heb hier aan de achterzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6 vlakken. Heb ik in totaal afgedeeld voordat ik begin met mijn blonderen. Zo, ik begin bij het voorste vlak. Dus dat klemmetje kan ik even wegpakken. Kan ik het onderste kan vastklippen. Nou, ik doe mijn handschoentjes aan. Ik heb mijn folietjes, heb ik allemaal al van tevoren, heb ik afgescheurd. Zorg ervoor dat ze zo goed als allemaal dezelfde lengte hebben. Want dan kan je ook weer mooier werken. Dan zijn je pakketjes, je envelopjes zijn allemaal weer even mooi. Nou, dan vervolgens weer. Hebben jullie hem ook al, die puntkam met die extra lange steel? Wat ik ook aangaf in het eerste filmpje. Dat werkt gewoon net even wat mooier. Omdat je heel de breedte van je folie, huppen, in één keer erin kan duwen. Ik gaf dus aan, ik ga met diagonale scheidingen ga ik werken. Nou, hier zit dus een money piece in. Daar blijven we van af. Zou je klant een klein uitgroeitje hebben, dan neem je hem wel mee. Maar voor nu zeg ik van, ik laat hem eruit. Want ik ga natuurlijk met die 12% ga ik werken. En dat kan mijn dolhead. Ook dat haar kan het dan echt niet aan. Dus dit laat ik eruit. En dan kan je zien, ik ga met de contourlijn mee. En die is al diagonaal. Even voor jullie langs. Eventjes draaien. Dat ik het goed in beeld kan halen. En zo dadelijk halen we het nog wel even wat dichter in beeld. Hoor, dat jullie het goed kunnen zien. Zo. Dan komt hier mijn eerste. Diagonaal. Kijk, en nu dit vlak. Oh, ik mis nog één klemmetje. Nou, ik kan die achterste wel eventjes pakken. Hup. Wanneer je op een klant gaat werken, werk dan net zo breed als je folie. Want dat scheelt je, althans een centimetertje iets korter, maar werk wel zo breed mogelijk. Want dat scheelt weer in folie zetten. Nou, ik hou dus de spanning erop. En dan doe ik met een hele kleine maas, doe ik wel heel veel doeken uitmazen. Zo. Dan projecteer ik dat haar helemaal naar achteren. Want dan kan ik mijn folie kan ik er heel goed tegenaan plaatsen. Zo. Want ik wil mijn kleur zo dicht mogelijk bij de aanzet wil ik hem erin hebben. Niet te dicht op de aanzet, maar de rest mag echt wel goed royaal dik ingezet worden. En ook nu weer, wat ik de vorige keer ook zei, mijn folie is weer langer dan mijn passé. Veel product in de lengtepunten. Kwast kantelen. En dan langzaam naar de aanzet toe ga je hem inkleuren. Zo. Folietje dichtklappen. Probeer altijd gewoon mooie envelopjes ervan te maken. Zo ga ik door naar de volgende. Diagonaal blijven werken. Ik haal er een halve centimeter haal ik er tussenuit. Mooie rechte scheidingen werken, niet te dik. Fijne passeetjes pakken. En op deze manier ga je diagonaal naar achteren. Dus fijne passeetjes pakken. Dat zie je hier ook.
Ja, zolang maar handschoenen doorheen schijnt, is het goed. Fijn mazen, maar wel heel veel mazen. Kijk, ik wil geen lenige panels bovenop hebben. Projecteer het weer naar achteren. He, trek dit haar naar beneden. Dat scheelt echt met tot aan de aanzet, scheelt dat kleuren. Klap hem naar beneden. Kijk, en zou je folie nu al een centimeter verwijderd zijn van je aanzet, dan kan je al niet goed tot die aanzet komen om te kleuren. Nou, het gebeurt ook nog wel eens dat je folie gaat zakken, dat je denkt, potverhet, hij gaat zakken mijn folie. En dan geef ik als tip, hou de buitenste twee punten van je folie, hou die vast met je vingers en duw dan met je kwast het haar verder in de folie. Kijk, en dan niet al te veel product gebruiken aan je aanzet. Dat haar is nieuw, dat ligt toch wel op. Meer product gebruiken aan de aanzet, of aan de lengtepunten. Zorg ervoor dat je folietje net wat langer is, dat daar geen product zit. Want wanneer ik hem dan dichtklap, op deze manier, dan weet ik zeker dat mijn kleur niet gaat lopen en dat mijn folie ook niet gaat lopen. Want ik zie nog steeds reacties voorbij komen op Facebook en op YouTube van waarom krijg ik toch blondeervlekken op de aanzet? Wat doe ik toch fout? Mijn blondeer loopt eruit. Maar dit zijn allemaal van die kleine tips en tricks die je kan helpen om net even wat mooier, wat secuurder te werken. Ik laat er een stukje tussenuit. Daar, het haar wat ik niet gebruik, dat klip ik weg. Fijn uitmazen. Daar, dus je passé, dat is regel 1. Niet te dik. Blijf diagonaal werken. Dicht aan de hoofdhuid. Maas hem uit, heel veel maasjes. Pak de laatste sowieso altijd in de scheiding. Die pak je mee. Dan weet ik zeker dat we daar kleur zien. Je passé ver naar achteren, dit haar een beetje wegduwen. Je folie pakken. Nou, dan scheelt het echt dat je een kam hebt met een lange punt. Die over de gehele folie heen gaat. Wegduwen dat haar, die folie er tegenaan. En kijk eens, ik zit bijna tot aan de aanzet met mijn folietje. Eerst veel product aanbrengen. In het midden, althans niet helemaal aan de aanzet. Op de lengtepunten mag meer. Niet tot het einde in de blondeer zetten. Daar, als je folie gaat lopen, aan de buitenste twee kanten vastpakken. En dan al duwend, naar beneden duwend, duw je die folie op zijn plek richting de aanzet. Niet te veel blondeer gebruiken aan de aanzet om te voorkomen dat de blondeer eruit loopt. Nou, en wanneer je dat dan hebt gedaan, dan vouw je hem dicht. Daar zit geen blondeer aan het uiteinde van mijn folietje. Je maakt er een mooi envelopje van. En wanneer je op deze manier blondeert, dan is het echt serieus succesverzekerd. Nou, en dan ook, ben ik misschien eventjes in het begin vergeten te vertellen. Maak altijd je blondeer klaar op een weegschaaltje, dames en heren. Niet zomaar los uit de pols gaan werken, want wanneer je dat gaat doen, oh, ik moet wel zorgen dat ik mooi sterk diagonaal blijf werken. Want als je losse blondeer klaar gaat maken, is die misschien wat te dun, gaat die ook makkelijker uit je folie lopen. Diagonale scheiding. Nou, ik doe er nog eentje, doe ik een close voor. En je kan zien, hè, ik ben al bijna op het achterhoofd. En dit is nog maar mijn vierde folie. Hoe blij word je daarvan? Kijk, een klant kan dan wel een iets groter hoofd hebben dan je dolhead. Maar in 5, 6 folies heb je gewoon een hele bovenkant. Heb je al gedaan. Veel product aanbrengen hier. Daar wil ik ook gewoon echt een sterke verheldering wil ik hebben. Ik heb mijn Snow White dus 1 op 2 klaargemaakt met 12%. Maar alsjeblieft, als je 9 hebt in huis, doe het met 9. Ga nooit bij een klant met 12% in folies werken. Zo.
folie vasthouden aan beide buitenkanten. En iets minder blonderen naar de aanzet. Dat haar is maagdelijk, dat komt net uit de hoofd uit. Dat ligt heel makkelijk op. Geen harde lijnen. Mooi diffused, zachtjes aan de aanzet aanbrengen. En daar, folietje dichtklappen. Kijk, en dan zie je ook dat je gewoon heel mooi, als die folies allemaal dezelfde lengte hebben. Elk envelopje is dezelfde grootte. Het ziet er gewoon heel keurig en netjes allemaal uit. En dat geeft zo'n klant ook een vertrouwd gevoel dan wanneer je alleen maar allemaal van die propjes op het hoofd hebt. Laatste. En dan aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus dan eindig ik in een puntje. Daar, niet te dikke passé. Hup. Eindig altijd aan de buitenkant, want dan weet je dat je in de scheiding zit met je kleur. Oh, dat zagen jullie niet, hè? Ik deed de cameraman steken met mijn pin en hij zei nog ineens auw. Oké, okay. Folie. Oh, het is een beetje aan elkaar geplakt. Kom. Ja. Zo. Dus duw hem naar achteren. Leg hem erin. Dat je folie al zo dicht mogelijk tegen de aanzet is. Daar. Hou die folie vast. Duw dat haar in de folie. Zachtjes met de kwast werken naar de aanzet toe. Veel daar waar het nodig is. Folietje dicht. En dan wat ik net al zei, aan de andere kant, de bovenkant, doe ik nu exact hetzelfde. Maar voor jullie nu, zet hem op pauze. Doe eerst de ene kant. Gaat het goed, doe je gelijk de bovenkant de andere kant. Ik heb de bovenkant heb ik er nu in zitten. Beide heb ik dus diagonaal geplaatst en dan ga ik door naar de zijkant. Nou, doordat ik de afdeling heb gemaakt, is die al heel makkelijk is die terug te vinden. Om het toch een beetje uit het zicht te houden, doe ik er een clip op. Zo, en dan kan ik nu heel makkelijk me concentreren op het vlak eronder. Nou, ook nu geldt weer dezelfde regel. We blijven diagonaal, blijven we doorwerken. Het eerste puntje haal ik eruit, want hieronder heb ik al die highlight heb ik al zitten. Pak ik weer die diagonale scheiding. En wanneer ik dan mijn folie ga plaatsen of eruit ga mazen, dan hou ik er rekening mee dat ik de voorste meeneem. Nou, ik zie nou nog wel, hier zie ik nog wel wat geblondeerd haar zitten. Ik werk natuurlijk met die 12%, dus nu hou ik de buitenste hou ik eruit. Maar bij de klant zal ik hem zeer zeker meenemen. Zodra dat zij dan namelijk een staart gaat dragen, wanneer het naar achteren doet, dat je dan ook wel de highlights erin hebt. Oké. Ook weer goed naar achteren klappen. We gaan gewoon op exact dezelfde manier gaan we door. Maar zorg ervoor dat je diagonaal blijft werken. Dus veel product in het midden en in de lengtepunt. Als je punt wat te lang is, klap hem een beetje terug tot het einde van je folie. Dat het wel schoon blijft. Kijk, nu zie je dus heel goed, mijn folie is nu een beetje gezakt. Ik til hem terug omhoog. Dan zie je hier dat het haar een beetje op gaat bobbelen. En dat trek ik dan gewoon met mijn kwast, trek ik dat naar beneden. Dat die folie weer aan de hoofdhuid geplaatst is. Niet te veel blondeer gebruiken aan de aanzet. Dat haar dat ligt toch makkelijk op. En dan kan ik weer een envelopje kan ik ervan maken. Oh, even uitkijken voor het klemmetje. Daar. Dichtklappen. Zo. En dan gaan we weer door naar de volgende. Je passé wordt natuurlijk steeds breder. Oh, even zorgen dat het haar goed uit de kant is. Je passé wordt natuurlijk steeds breder, want het vlak wordt ook breder.
Klip het haar weg. Smal passeetje pakken. Doorkammen. Dicht bij de hoofdhuid uitmazen. Naar achteren klappen. Dus constant is de techniek die ik doe, is hetzelfde. Ah, ik heb een beetje moeite met mijn folie pakken. Ja, ik heb hem. Daar. Nou, en als we dan gaan tellen, dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 folies. En daarmee heb ik heel de boven, of de één zijkant van de bovenkant en de zijkant heb ik gedaan. Aan de andere kant kopieer ik hem. Dus ook nu voor jullie, beide zijkanten inzetten onder het bovenste vlak. En dan vanuit daar gaan we naar de achterkant. Wanneer ik de zijkant en de bovenkant erin heb zitten, dan ga ik naar de onderkant. De onderkant van het haar is altijd vaak wat dikker als de zijkant en de bovenkant. Nou heb ik alles aan de voorzijde heb ik uitgemaasd. Maar hier aan de onderzijde ga ik hele weaves ga ik zetten. Want zou ik het uitmazen, dan heb ik te weinig kleurschakering aan de achterkant heb ik erin zitten. Nou, ik blijf met mijn diagonale scheidingen blijf ik werken. Dus ik neem hem diagonaal, neem ik hem op. Want op die manier kan ik ook weer met wat minder folies, kan ik mijn kleur kan ik plaatsen. Ik neem een smalle passé, neem ik op, niet te dik werken. Daar. En deze doen we niet uitmazen, die zetten we in zijn geheel, zetten we die in. Maar ook nu weer, ga niet helemaal tot sterk aan de aanzet. Laat hem een beetje uitlopen. Zachtjes naar de aanzet toe. Wel een grotere hoeveelheid op de lengtepunten. En maak er ook weer een mooi envelopje van. Maar blijf vooral in dat diagonale, blijf daarin doorwerken. De volgende, laat er een centimetertje haar tussen zitten. Kijk, en het voordeel is ook van dit diagonale dat ik een groot vlak in één keer kan meepakken. Klap hem omhoog.
Kijk, nu heb ik aan de onderkant 1, 2, 3, 4, 5 folies. En daarmee heb ik dus heel die onderkant heb ik al meegenomen. Niet te veel product naar de aanzet toe. Het is toch een full slide en het zit toch op het achterhoofd. He, die highlights die zet ik wel helemaal tot de aanzet toe. Hier laat ik hem een klein beetje uitwazen, want ik wil niet zo'n hele balk tegen de hoofdhuid aankrijgen. Nou, deze heb ik dus van links naar rechts gezet. En de kant naar boven gaat, de tegenovergestelde gaat inzetten. Ik heb er nu 5 in de tegenovergestelde richting heb ik ingezet. Heel de achterkant is nu gedaan met 10. Dus ik heb al een beetje zitten te tellen hoeveel dat ik er nou precies in totaal heb gebruikt. Ik hoef alleen nog maar het kruingedeelte en ik heb er nu 28 folies heb ik gebruikt. Nou, ik zal er hier denk ik nog 1, 2, 3, 4, nou 4 à 5 zal ik er hier nog gaan plaatsen. Dus nou, in totaal met zo'n 34 folies heb ik een heel hoofd in de kleur gezet. En ik persoonlijk word daar blij van. Want misschien degene onder jullie vinden het heel fijn om 100 folies te zetten. Maar ik niet. Nu heb ik hier allemaal fulle slides gemaakt. Hier heb ik allemaal babylights gedaan. Heel fijn heb ik die uitgemaast. Daar eindig ik ook mee op het kruingedeelte om de connectie te maken bovenop. Nou, ik ben hier naar rechts toe geëindigd. Dus deze zal ik weer linksom zal ik die gaan plaatsen. Dus voor het laatste gedeelte, bovenop, blijf werken in je diagonale scheidingen. Zodat de kleur heel mooi door het haar danst zo dadelijk. Kijk, hier zijn het fulle slides geweest en hier ga ik weer uitmazen. Misschien moet de camera nog even dichtbij komen, dat we dat nog even goed in beeld kunnen brengen. Ik zal hem ook wat lager zetten, want anders sta ik boven mijn macht sta ik te werken. We halen de camera er gewoon even dichterbij. Oké, dus ik blijf in mijn diagonale lijn blijf ik werken. Ik doe dicht aan de aanzet, doe ik hem uitmazen en heel snel ga mijn puntkam heen en weer. Dat ik echt van die babylightjes krijg, dat die heel mooi gediffused door het haar gaat vallen. Nou, ik blijf gewoon hetzelfde systematisch werken. Nu wil ik hem weer wel helemaal tegen de hoofdhuid aan hebben. Maar je weet het, wat ik ook al eerder zei. Veel kleur aan de lengtepunten. In het midden van het haar. Vastpakken je folie. En dan met je puntje van je kwast naar de aanzet toewerken. Daar. En je kan zien, doordat ik mijn folies van tevoren heb gescheurd, zijn ze allemaal dezelfde lengte. En dan krijg je één geheel van allemaal dezelfde envelopjes. Nou, zo plaats ik er nog tot het einde. Dus ik denk dat ik er nog een stuk of 4 plaats. En dan heb ik het hele haar in de folie zitten en nog snel ook. Nou, alles zit er dus nu in. Ik heb alleen maar met diagonale passées heb ik gewerkt.
Bovenop heb ik echt mijn babyluis gewerkt. Heel fijn uitmazen, houd er rekening mee, dicht aan de hoofdhuid. In de nekpartij en op het achterhoofd heb ik full sluits gepakt. Niet helemaal echt tot de aanzet gezet. Klein beetje afstand houden mag daar wel bij. Nou ja, en dan wat ik al zei, in 34 folies heb ik een heel hoofd. Nu is het een dolhead, laten er een paar meer zijn op je klant. Maar door met diagonale scheidingen te werken, zal je straks zien dat je een heel mooi diffused eindresultaat krijgt. En nu, daar gaan we weer. Geduld. Dames en heren, neem een kop koffie, ga zitten, relax en laat gewoon even de kleur goed zijn werk doen. Ga ik ook doen en zie ik jullie later terug. Hij heeft nu in totaal bij mij 3 kwartier heeft hij gezeten. Nou, laat ik het even zien. Kijk, jullie zien, misschien een beetje door de reflectie van het licht moeilijk te zien. Maar hij is mooi licht geworden. Hij is nu op een kleurhoogte 9, nog een klein beetje lichtgeel. Maar dat is prima voor mij, want ik ga hem toch zo dadelijk tonen met de soft shades. Dus wat ik nu ga doen, alle folies eruit halen en wassen aan de wasbak. Nou, jullie hebben het misschien wel al gemerkt met de eerste e-learning. Je moet echt voorzichtig je dolhead moet je uitspoelen. Omdat die anders in de knoop raakt. Dus wat ik nu gedaan heb, ik heb alle folies eruit gehaald. Kijk, jullie zien al heel mooi de kleurschakering. Zien jullie erin. Ik hoop dat het allemaal goed op beeld te zien is. Nou ja, vanuit hier ga ik het eerst eventjes goed nawassen. Ik ga het niet met een conditioner de schubbelaar dichtmaken, want ik ga het haar namelijk nog tonen. Normaal gesproken bij de klant in de salon, wanneer ik het geblondeerd heb, dan wil ik dat haar weer herstellen met keratine. Nou, bij KISS hebben we dan het stappenplan. Kijk. Hebben we hier het stappenplan en dan zou ik eerst Kera Boost Infusion erop doen om dan daadwerkelijk het haar weer op te vullen met keratine, daaroverheen de Keramax treatment. Dat laat ik dan eventjes inwerken, spoel ik uit en dan gaat de toner eroverheen. Want je snapt zelf ook wel, bij geblondeerd haar, alle keratine is aan het haar onttrokken. En je wil dat de toner zo lang mogelijk in het haar blijft zitten. Maar we werken nu op het dolhead, dus dan het enige wat ik doe is het eventjes nawassen. Wel met een keratine shampoo en dan vervolgens gaat de toner er gelijk op. Nou, let dan ook op met het uitspoelen. Gewoon rustig, voorzichtig aan dat haar naar beneden laten vallen. Zorg ervoor dat het niet één grote bomklit wordt. Ik heb de dolhead uitgespoeld. Ik heb ze afgedroogd en dan kan ik nu het tonetje klaarmaken. Nou, dat is heel simpel. Dit doe ik ook bij de klant aan de wastafel. Ik gaf al aan, ik gebruik de 09B. Dus een 09B is een beige tint. Echt een hele mooie tint ook om te gebruiken in de salon. Nou, hij is 1-op-1 moet je hem klaarmaken. Een dolhead, ja, die snoept toch altijd wel iets meer kleur op dan een echte klant. Dat haar dat zuigt zich toch al wat eerder vol. Dus ik maak 50 cc klaar. En daar gaat bij 50 cc... Oh, was dat? Was, ik deed een beetje morsen. 50 cc... activator doe ik daarbij. Nou, en dan is het heel makkelijk om aan de wastafel dit tonetje aan te brengen. Wanneer je gaat schudden, even je vinger erop. Maar dit kunnen jullie dus ook met je eigen merk doen, hè? Misschien hebben jullie dan ook wel een toner. Hij mag alleen niet het natuurhaar oplichten. Want dan ben ik mijn effect kwijt van mijn folies. Nu wordt het voor mij even moeilijk. Even in beeld. Hallo. Nu wordt het voor mij even moeilijk. Ik heb nu een extra paar handen heb ik nodig. Omdat ik ook met dit flesje wil werken. Dus wat we nu doen is op de statief gaat de camera gezet worden en dan mijn cameraman die gaat helpen om het dolhead even vast te houden. Heb je thuis hulp van een familielid of een kind, laat het even vasthouden, dan werkt net even iets makkelijker. Nou, jullie zien nu de arm van Tyson in beeld. Kom eens in beeld. Kijk, dit is Tyson! Nou, Tyson, die doet voor mij alles filmen en plakken, dus dat is echt perfect werken natuurlijk.
Maar zo scheidingsgewijs kan ik heel makkelijk mijn toner kan ik aanbrengen. Ik hoef niet bang te zijn dat het Natura oplicht, want het is een ammoniavrije kleuring. En ook in de salon is het prima om heerlijk snel te gebruiken. Ik ga echt met het tuutje op de hoofdhuid, dat ik zeker weet dat ik alles heb. Ook het nekje neem ik eventjes goed mee. En wanneer ik dat gedaan heb, dan masseer ik hem door. Dat ik zeker weet dat er overal de kleur zit. En wanneer ik dat dan heb gedaan, dan pak ik de lengtepunten pak ik erbij. Ook goed in de nekpartij meenemen. Zo. Lekker doormasseren, dat je zeker weet dat overal de kleur zit. Zo. Nou, en dan is weer even een kwestie van geduld. Dus ik wacht nu 20 minuutjes, laat ik hem even op zijn gemakje. Laat ik het werk doen en dan spoel ik hem weer uit. Hij heeft nu in totaal 20 minuten gezeten. Ik hou hem even dicht in beeld, want dan kunnen jullie zien dat hij mooi geneutraliseerd heeft. En nou ja, als ik dan toch hulp in huis heb, dan vraag ik het gewoon nog een keer. Toch, Tyson? Net een duimpje in beeld. Nee, het enige wat mij nu rest is om de kleur uit te spoelen. Als ik het bij een klant doe, een toner, was ik hem altijd wel één keertje nadat ik zeker weet dat alle verfresten van de hoofdhuid af zijn. Zou ik nu ook kunnen doen, maar daarna is het belangrijk dat je de haarscheur besluit en vanuit daar kunnen we gaan feunen. Maar ik ben heel eerlijk tegen jullie. Het is nu 17:30 en het is einde werkdag. Dus wat ik doe, ik laat hem lekker gewoon zo staan voor de nacht. Morgenochtend maak ik hem weer opnieuw vochtig en dan ga ik hem feunen. Dus dan zien jullie mij waarschijnlijk ook met iets andere kleding aan. Want dan snappen jullie dus waarom. Dus voor hier zou ik zeggen succes. En nou ja, als jullie dit filmpje zien, dan zien jullie me gelijk daarna. Maar anders zeg ik tot morgen. Nou, jullie kunnen het zien. Ik heb een ander outfitje aan. Ik heb dus de nacht eroverheen laten gaan. En ik heb mijn dolhead gewoon in de nacht laten drogen. Dit laat ik jullie bewust zien. Want het laatste stuk styling of het feunen of het polijsten van het haar is heel erg belangrijk. Je kan nog zoveel aandacht schenken aan het knippen, aan het kleuren. Wanneer de styling net niet spot on is, dan krijg je dus een pluizig, dof eindresultaat. Nou, ten alle tijde wil je je klant zo mooi mogelijk naar buiten sturen. Dus dan kom ik weer op dat ABC-feunen. Wat ik ook in e-learning 1 heb gezegd, is dat je echt van de aanzet naar het middelpunt, van de aanzet naar het middelste stuk, naar de punt dat je gaat feunen. Nou, dan zijn er nog een paar dingen belangrijk. Feun altijd met een dop op je feun. Dan heb je het meeste controle over je wind. En ten alle tijde met de schubbelaar naar beneden feunen. Dat zal ik zo dadelijk ook in het filmpje laten zien. Ik zet nooit mijn feun erbovenop of ik feun langs onderen. Altijd met de schubbelaar naar beneden. Waarom? Dan sluiten de schubben zich mooi. En dan kan het licht weer kaatsen op het haar. Dan krijg je heel veel glans op het haar. Je kleur wordt helderder. En je knipmodel komt ook gewoon veel beter tot z'n recht. Geef ten alle tijde dan ook de juiste advies aan de klant hoe dat ze thuis in model kan brengen. De eerste vraag is dat je die dan ook aan je klant stelt. Wat doe je 's ochtends aan uw haar? En er zijn erbij die dan zeggen, ja, niks, gewoon wassen en zo laten drogen. Je moet dan echt de klant aan de hand meenemen hoe dat ze het mooiste en op zo'n meest snelle manier de haar in model kan krijgen. Nou, dan begin je natuurlijk al met producten. Dit haar is geblondeerd, het is frizzy, het is een beetje, nou ja, het is een beetje doffer. Dus wanneer ik dan met een gewone mousse aan de gang zou gaan, dan kan dat haar nog meer uitdrogen omdat er alcohol in zit. Ik kies er nu voor. Dit product is van Kiss. Dat is de smoother. Die maakt echt het haar heel rustig en is ook nog eens een keer vochtafstotend wanneer het vochtig weer buiten is, dat het haar niet al het vocht aangrijpt en weer frizzy wordt. Dan gebruik ik, net zoals in de eerste e-learning, de Glam Shine.
En dit product zit prickly pear. Prickly pear komt van een cactus uit de woestijn. Het is echt hittebestendig. Want na het feunen ga ik nog even een tangetje, een steltang, ga ik er doorheen halen. Voor nu zou ik zeggen, ik kan niet praten met de feun aan. Voor nu zou ik zeggen, kijk naar het model, hoe dat ik aan het feunen ben. Ik laat jullie een stukje zien en doe het dan ook vooral zelf. Maar ik heb al hele mooie resultaten voorbij zien komen van de eerste e-learning met echt heel mooi gepolijst haar. Nog één ding wil ik jullie meegeven. Ik zag ook een paar opmerkingen op YouTube en op Facebook langs alle kanalen van oh, die blonde kleur, superleuk die we in de tweede e-learning gaan doen. Jullie kunnen zien, hij is iets donkerder dan het plaatje. Maar dat heb ik heel bewust gedaan. Want wanneer we heel de dolhead gaan feunen, wanneer we heel de dolhead gaan blonderen, dan hou je geen haar meer over. En ik wil natuurlijk ook nog die derde e-learning doen. Wat we nu wel hebben, zijn natuurlijk allemaal die highlights tot aan de aanzet. Dat we met een kleine hoeveelheid folies een heel hoofd kunnen kleuren. Maar de volgende keer, dan gaan we terug naar een balayage. Dus stel je voor dat je klant een uitgroei heeft of ze heeft helemaal highlights, net zoals je dolhead, hoe dat je dan het makkelijkste terug kan. Dus mijn excuses dat we niet heel de dolhead gaan blonderen, maar als we dat zouden doen, dan zou ze allemaal kale plekken hebben, want dan valt het haar er net zo hard weer uit. Maar voor nu, lekker gaan feunen. Ondanks dat ik het met een hele dikke borstel heb gefeund, waar is die? Even kijken. Deze wil het niet zeggen dat je heel veel volume moet maken. Want stel je voor dat ik dit heel bol zou gaan feunen, dan krijg ik echt een Beatrix scoop. Het gaat er echt om het haar te polijsten en wel de juiste richting uit te geven. Want dat zie je dus, die ronde ponypartij die we geknipt hebben, die loopt gewoon heel mooi door in de zijpartij met die langere lengte die eronder uitkomt. En dat geeft ook een beetje die shaggy look aan. Nou, als allerlaatste, hoeft niet altijd per se bij de klant, maar een dolhead is toch wat meer wat frizzy haar. Ik heb het zo goed mogelijk gepolijst, maar ik zal het toch nog net eventjes met mijn stijltangetje zal ik er doorheen gaan. Ik heb natuurlijk die prickly pear heb ik er al in gedaan, maar om nog extra bescherming te geven tegen de hitte van de tang, voeg ik toch nog een klein beetje glam shine toe. Ik laat het zo maar net even voorzichtig in de lengtes laat ik het aanraken. En dan ga ik met mijn stijltangetje, ga ik nog net eventjes het laatste glansje ga ik er aangeven. Maar ik doe één passeetje, doe ik even voor.
Ik werk van onder naar boven. Ik klip het bovenste eventjes weg. Even kijken hoor. Ja. Staat die aan? Oh. Zag je het? Zit ik te kijken of die aanstaat? Zit mijn stekker er niet in? Dus ik stop de stekker erin. Jawel, nou doet hij het. Ja, eventjes opwarmen. Wanneer je gaat werken met een stijltang, dan kan je dat op verschillende manieren kan je doen. Je kan hem, je kan er een krul mee creëren. Je kan er een halve ronding kan je ermee creëren. Maar voor nu gaan we echt wel wat stijler werken. Je kunt je wel net even een golving meegeven. Maar dit gedeelte, dat wil ik echt wel wat stijler naar beneden hebben. Want zou ik dat heel rond naar binnen werken, dan wordt het weer heel klassiek. En de shaggy look hoeft niet, althans de shaggy look is niet klassiek. Dus ik neem een passé. Voordat hij bij mij de tang ingaat, kam ik hem altijd door. Dat ik zeker weet dat er geen knopen in zitten. Dan dat eerste stukje, dat is wel gepolijst. Daar hoef ik mijn tang niet op te zetten. Ik ga met een vloeiende beweging met mijn tang naar beneden. Dus ik zet hem niet bam in één keer erop. Want dan kan ik een markering in het haar krijgen van mijn tang. Dus ik kam en met een vloeiende beweging, mijn kam zit onder mijn stijltang, maak ik hem net eventjes wat gladder en net eventjes wat rechter. Op die manier ga ik heel de dolhead ga ik door. Alleen hier vooraan en bovenop geef ik hem nog net even dat golfje, geef ik hem mee. Dus voor jullie nu weer op pauze en de laatste hand leggen aan je dolhead. Hierbij het eindresultaat van onze tweede e-learning, de shaggy look met de highlights. Nou, ik kan zeggen, het is echt wel een heel leuk commercieel model is het voor bij je in de salon. Vast als we daar weer open mogen, als de klanten weer mooi naar de salon kunnen komen. Maar vanuit hier gaan we dan ook weer door op dezelfde dolhead met de e-learning nummer 3. Wat gaan we dan doen? Daar gaan we terug naar het balayage, want we hebben natuurlijk nu highlights tot aan de aanzet. En wat ik ook al eerder aangaf, we hebben ook klanten in de salon die helemaal blond zijn, die een balayage willen. Of klanten die een uitgroei hebben, die een balayage willen. Dan gaan we heel anders te werk dan in e-learning 1. Voor nu hoop ik dat ik jullie weer heerlijk geïnspireerd heb. En nou, vind je het gewoon een leuke training? Geef een duimpje onder mijn bericht of geef commentaar. Want op die manier vind ik het leuk om positieve feedback terug te krijgen. Voor de rest, succes allemaal en ik zie jullie volgende week bij e-learning 3.